Hi iedereen, vandaag een leuke extra soortig van video. Er gaan een aantal dingen veranderen op mijn kanaal. Er zijn een aantal dingen veranderd in mijn live, dus er gaan ook een aantal dingen veranderen hier op mijn kanaal op YouTube. Dus ik dacht, ik doe even een face-to-face soort van videootje maken, want dat vind ik toch iets meer persoonlijk dan gewoon een update getypt op mijn Instagram of whatever. Dus ik dacht, ik maak even snel een 2 minuten video of hoe lang de video ook gaat duren. Het is niks slechts, dus maak je niet druk. Het is een en al positiviteit. Want ja, er gaan een paar leuke dingen veranderen in mijn kanaal en die gaan in vanaf volgende week. Ik heb hier mijn kanaal waarop ik 2 video's plaats in de week. Ik heb mijn fulltime baan op kantoor waar ik ook zit en ik heb mijn kwastencollectie, mijn eigen kwastenlijn. En ik heb mijn Instagram waarop ik ook nog content moet plaatsen. Dus ik doe echt een heleboel in mijn life. En het is way too much voor 1 persoon. Dus ik ben op een heel leuk punt beland in mijn life. Ik heb ontslag genomen van mijn reguliere fulltime kantoorbaan om fulltime social media te gaan doen. Dus mijn kanaal, mijn Instagram, mijn kwastencollectie, mijn bedrijfje. Ik heb nou alle tijd voor dit, want mijn fulltime baan nam echt alles over. Waardoor ik heel gehaast en heel snel mijn content moest maken. Ik kon niet de content maken vaak die ik wilde maken. Ook niet de hoeveelheid die ik wilde maken. Dus ja, dat was niet echt heel leuk. Maar ja, financieel gezien, ik moest wel gewoon een baan hebben. Nou ben ik op een punt beland waar ik heel blij mee ben dat ik financieel gezien mijn baan niet meer per se hoef. Dus ik dacht, ik ga gewoon een hele grote stap maken. Ik neem ontslag. Als je me al volgt vanaf het begin, weet je dat mijn droom is om fulltime social media te gaan doen. En ik ga dat dus doen vanaf nou. Het is dus een hele spannende en ook wel een beetje een onzekere periode. Maar ik vind het heel erg leuk om te gaan doen. Dus dat betekent dat ik nou fulltime elke dag content kan gaan maken. Of whatever ik ook wil gaan doen omtrent mijn social media. En dat vind ik echt super leuk. Mijn kanaal is mijn hoofdbaan, mijn hoofdding wat ik doe. Dus daar is ook echt mijn main focus op. En dat betekent dat ik niet meer 2 video's ga plaatsen in de week. Ik ga het verhogen naar 4 video's in de week. Dus jullie gaan mij 4 keer in de week zien hier op YouTube. En daar ben ik echt heel enthousiast over. En ik hoop dat iedereen het ook heel leuk vindt om dat te horen. Dat betekent dat mijn uploadschema gaat worden maandag, woensdag, vrijdag en zondag om 1 uur. Dus 4 keer in de week. Ik ben heel enthousiast. Ik heb heel veel content in mijn hoofd die ik wil gaan plaatsen. Dat betekent ook, ik ben nou ook veel sneller. Dus vaak liep ik een beetje achter de feiten aan. Dan had ik een video die ik wilde maken. En dan tegen de tijd dat ik die kon gaan maken, hadden al 800 andere YouTubers die video al gemaakt. En dan had ik iets van ja, het heeft niet echt benut voor mij om het te maken. Maar nou, omdat ik dus 4 keer ga plaatsen, kan ik sneller en meer content plaatsen. En daar ben ik echt super enthousiast over. Ook heb ik nou meer tijd voor mijn kwastenbedrijf en voor mijn Instagram. Als je mij op Instagram volgt, de laatste tijd heb ik niet heel veel geplaatst. Want ik was echt overwhelmed. Ik moest echt veel te veel doen. En dus ja, vandaar. Maar daar ga ik nou ook gewoon elke dag content plaatsen. Dus ja, ik vind het een hele leuke periode in mijn life. En dat wilde ik met jullie delen via een beetje een face-to-face bericht. Van dat is wel ietsje persoonlijker. Het is niet echt face-to-face, maar jullie snappen wat ik bedoel. Dus ja, dat was de update. Ik hoop dat iedereen blij is voor mij dat ik de stap kan maken eindelijk. Ik doe nou bijna 3 jaar al dit. En ja, het werd wel tijd om mij gewoon volledig te gaan focussen op dit. Want dit is wat ik leuk vind om te doen. Ik denk dat iedereen ook in mijn video's kan zien hoeveel plezier ik eruit haal. Dus ja, ik ben heel enthousiast om dit elke dag te gaan doen. Dus heb je nog leuke video-ideeën of whatever, let me know in de comments. Want ik hoor het graag, want 4 video's in de week is best wel veel. Dus ik hoor graag ideeën. Nou, ben ik iets vergeten? Nee, volgens mij niet. Dit was het dan. Nou, dan hoop ik jullie weer gewoon snel terug te zien bij mijn volgende video. En die komt aanstaande zondag. En dus vanaf aanstaande maandag, dat is 4 november, plaats ik dus 4 video's in de week. Dus kom zeker terug op maandag, woensdag, vrijdag en zondag om 1 uur. Doei!